Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Dit is een speciale editie van het eerstejaarsdagtoernooi Barry's Internet Club. Ik ga spelen tegen een dame van Bridge in een week. Is een aantal weken pas Bridge geleerd, is Annika. En die heeft mij gisteren verslagen. Dus ik heb haar gevraagd om een revanche. En helaas, gelukkig heeft ze daarmee ingestemd. Dus ik ga spelen. Eerstejaarsdagtoernooi. Even kijken, toekomstclub, eerstejaarsdagtoernooi. Okay. Het zijn 8 spelletjes. Eens kijken of ik een kansje maak. 11 punten, geen hoge kleur. 15 plus 11 is 26. Ruim meer dan 25. Dus we gaan we gaan een manche spelen. 3 sansen toe. Moet ik 9 slagen maken. Ik zie dat ik een schoppenfit heb. Even kijken hoor. We hebben in principe 5 schoppenslagen. 2 hartenslagen is 7. Klaver aas is 8. Dus we moeten 1 slag ontwikkelen. Nou, als ik klaver koning met klaver aas pak, dan zou ik ook zomaar een klavertje eruit kunnen jagen om daar een slag mee te ontwikkelen. Nou weet je, ik begin niet met schoppers. Want die slagen maakt iedereen. Ik ga eerst een ruitslag ontwikkelen. Kijk, een ruiten naar de vrouw. Gaan we nog een slag ontwikkelen? Nou, laten we proberen om een klaverslag te ontwikkelen. Klaver naar de boer. Oké. Okay. Nu heb ik dus 2 slagen eigenlijk ontwikkeld. Nou, ik vind het nou wel even goed geweest. Ik ga nu lekker mijn slagen oprapen. En anders is het te gevaarlijk. Dan gaat de tegenpartij straks al onze slagen meenemen. En dat willen we nou even niet. Even kijken hoor. Schoppen. Doe ik een ruitje weg. Dan spreek ik harte aas. Een harte koning. Ja. Harte 10 is voor de tegenpartij. Ik speel de ruiten aas. Klaver voor de vrouw. Oké, nou ik heb 3 sans plus 1 gemaakt. Een gemiddelde score. Vaak niet genoeg tegen Annika, dus ik moet nog even door. 11 punten. Ze hadden trouwens vandaag enorm veel regen voorspeld. Ik ben vanochtend al heerlijk gaan racefietsen en nu zit ik ook gewoon in het zonnetje. Even kijken, 1 sons. Nou, 2 harten, dat is Jacoby. Dat geeft een 5 kaart schoppen aan. Wij moeten natuurlijk gewoon passen. Oké. Okay. Ik speel 2 schoppen tegen. Nou, ik heb een makkelijke start, hè. Want van een serie starten we de hoogste. Schoppen is stof. Nou, weet je, die andere harten, die kunnen we ook nog wel meenemen. Maar ja, nou is het moeilijk. Het heeft niet zoveel zin om harten te spelen, die troeft hij in. Ja, weet je, we proberen gewoon een ruitje misschien dat partner uit de koning heeft. Ja, bijna, ruit vrouw. Bekennen. Kijk, je ziet, gaat eerst troef trekken. En nu zijn alle troeven eruit. En dan gaat hij een andere kleur spelen. Dat is ook wel belangrijk als je een troefspel speelt. Dan ga je dus bijna altijd troef trekken. En daarna ga je een eigen kleurtje spelen. Oké. Nou, er had misschien een extra slagje voor me ingezeten, maar we hebben gelukkig nog 75%. 75,75. Ik klim wat, dus. Maar gisteren had ik 69% nodig en dat heb ik toen niet gehaald. Dus. Misschien dat nou wat minder nodig is. 9 punten. Pas. Nou, partner opent 1 schoppen. Wel op zich wel interessant. Nou, ik heb een 4-kaart ruiten en een 4-kaart harten. Van 2 vierkaarten begin je met de laatste. Maar ik kan geen 1 ruiten bieden op 1 schoppen.
Dus ik moet twee ruiten bieden. En voor twee ruiten heb ik 10 of meer punten nodig. Dus dat heb je niet. Dus hier heb je het vuilnisbakkenbod. Vuilnisbakkenbod voor. Dat is één sanse toe. Dat betekent ik heb 6 tot 9 punten partner. En ik heb geen 3 kaartschoppen. Dan mogen we gaan spelen. Nee, ik heb 1, 2, 3, 4 slagen. Schoppen aas, klaven aas, ruiten aas en klaven koning. Schoppen aas, klaven aas, koning en ruiten aas. Ja, waar kan ik slagen ontwikkelen? Ja, dat is best moeilijk. Klaver, daar kan ik natuurlijk, probeer ik meteen een snitje, de boer. Kijk, die lukt. Nou, dat is in ieder geval een extra slag. En nou kan ik bijvoorbeeld een ruitensnit nemen. Of ik een ruitenkoning afgeven. Of ik kan op de hartes afgaan. Of op de schoppers. Best nog wel lastig. Nou, ik begin dus met een kleine schopper. Eerst dus een schoppertje even afstaan. Kijken wat er gebeurt. Ah, die zult hard de vrouw na. Vind ik niet fijn. Nou, ik doe een kleintje, want ja, ik ben bang dat daar aas achter me zit. Dus die ga ik niet dekken. Boer ik ook niet hoor. Kijk maar, hier zat het aas dus. Goed dat we een kleintje hebben gelegd. Schoppen koning, pak ik het aas. Ja, en toen. Nou, weet je, ik speel een schoppertje. Ik hoop dat de schoppers 3-3 zitten. Ja. Want nu de schoppers 3-3 zitten, is er wel iets heel fijns. Dat betekent dat de schoppen nu hoog zijn. Dus ik kan schoppen spelen. En nog een schoppen spelen. Klaver spelen. En nu kan ik eventueel nog een ruitsnit nemen als ik het durf. Ja, natuurlijk durf ik dat. Ai, dat is balen. Maar ja, ik heb in ieder geval 1 sans gemaakt. Plus 1. Ik heb 8 slagen gemaakt. Lekkere score. 13 punten. Tegenpartij opent een ruiten. Ook weer een heel leuk voorbeeld dat nu langskomt. Ik heb genoeg punten om een volgbod te doen. Ik heb 13 punten. Alleen ik heb geen 5 kaart. Dus wat hebben we daar ook alweer voor? We kunnen het vragen aan Barry. Daar heb je een informatiedoublet voor. Dat betekent ik heb 12 of meer punten. En ik ben kort in ruiten. En partner, zeg eens wat. Nou, nu passen we. Want mijn partner heeft de informatie over mijn kaart. Dus als mijn partner wat wil, gaan we dat doen. Even kijken, wat weten we van Oost? Die heeft 12 tot 14 punten en geen 4 kaart harten. Ja, weet je, kijk Aasje, even kijken hoe het erbij staat. Schoppen aas, ja. Nou, ik ga nu een kleine schoppen spelen, hopen dat mijn partner de vrouw heeft. Bij de tegenpartij. Deze ga ik pakken. Laat ik eens kijken of die schoppen hoog is nu. Ja, die schoppenslagen die hebben we mooi gemaakt. Ja, nu weet je niet zo goed wat je terug moet spelen. Ik speel gewoon een hartje, kijken wel waar we een slag in kunnen ontwikkelen. Harten naar het aas. Ruit is voor hen. Ja, doe die harten maar weg. En hopen dat ik nog een slag in klaver krijg. Ja. Nou ja, mijn partner dan. Eens aan ze toe. Ja, deze score is wat minder. Plus 1. Goed gespeeld door de tegenpartij, weet je. Dat kun je ook wel zeggen. Eens aan ze toe op mijn partner. Je zou zeggen, je biedt steenman, 2 klaver. Want ik wil vragen naar een 4-kaart hoog. Maar als je partner dan geen 4-kaart hoog blijkt te hebben, dan kom je veel te hoog. Dus voor steenman moet je minimaal 8 punten hebben. Dat hebben we niet. Ik heb maar 6 punten. Dus ik moet passen. Ah, dat is wel pech. Want daar hebben we niet die schoppenfit ontdekt. Niks aan te doen. Even kijken. Wat heb ik aan slagen? Ik heb 1 schoppenslag. Sorry. 1 hartenslag. En 3 ruitenslagen. Dat is weinig. 4. Nou, misschien als die ruiten 3-3 zitten, maak ik een extra ruitenslag. Ja, en die schoppen. Misschien dat ik een
schokkenslagje kan stelen of kan maken. Dus ik die eerste harten. Nou, weet je, ik laat hem een keertje lopen. Dat kan soms wel eens handig zijn. Ik leer misschien wel iets over de hand. Oké, en dan ga ik eerst kijken of ik mijn schoppen kan ontwikkelen. Hey, pak schoppen A's meteen, dat is lekker. Harten, dat is minder fijn. Rijtje weg. Klaver. Ja, zij maken alle slagen de hele tijd. Het lijkt heel vervelend, maar aan de andere kant. Weet je, het is het belangrijkste om de slagen wat laatst te maken. Kijk maar eens. Hier pak ik een ruiter vrouw. Die pak schop op koning. Pak klaver 10, die is ook hoog. Dan gooi ik een ruiter weg. Dan ga ik naar allemaal ruiterslagen incasseren. En mijn schoppen. Precies gemaakt. Dus hier, maar het is beter om de laatste spellen te winnen dan de laatste slagen dan de eerste slagen vaak. 11 punten, nou dat is net te weinig. Hè? Puntje te weinig om te openen. Nou, ik ga hier niet mee smokkelen. Het is niet zo dat ik een hele bijzondere kaart heb waardoor je denkt ik moet openen. Partner biedt een sans. Kijk, dit is wel een leuk voorbeeld van Steeman. Hier bied ik twee klaver Steeman. Partner, welke vierkant hoog heb je? Mijn partner zegt twee harten. Ik heb een vierkant harten. Die biedt nu drie sans. Dat betekent eigenlijk, joh, ik heb geen vierkant harten, maar ik heb een vierkant schoppen natuurlijk. Anders had ik geen twee klaver geboden. En ik heb minimaal 10 punten. Dus we weten dat partner heeft 15 tot 17 punten en een vierkant harten nu en geen vierkant schoppen. Anders had hij vier schoppen geboden. Nou, gaan we de slagen tellen. Ik tel drie schoppenslagen. Twee hartenslagen is vijf. Dat was het. Waar kunnen we wat slagen ontwikkelen? Nou ja, die schoppen was er gewoon in rond zitten natuurlijk. Maar ja, dat kan later ook. Dat hoeven we nu niet te doen. En die ruiter. Ik heb koning, vrouw, de boer. Dus ik mis alleen het aas. Dus in die ruiter wil ik wel wat ontwikkelen. Het is wel een bijzondere start. De vrouw, maar die heeft de boer niet. Geen idee. Oké, dit gaat goed. Ruiter naar de boer. Nou, dan spelen we een schoppetje naar het aas. En nog een keer een ruitje. Ja, oké. Okay, nou gaan we geen ruiter meer spelen. Ja, dan ga ik me wel bedenken van waarom is diegene klaar voor vrouw gestart? Terwijl het biedsverloop ging zoals het ging. Het enige wat ik me voor kan stellen is dat diegene dan heel veel harten heeft, omdat hij geen harten wil starten of zo. Maar... Ik vind het een bijzondere start. Nou, laat ik een schoppen vrouw spelen. Nou, deze is lekker, deze is het rond. Dus de rondschoppen boer valt. Dus nu is die schoppen ook ontwikkeld. Die gooit de ruiter 9 weg. Dus daar leren we ook wel wat van. Ben de hele tijd aan het opletten en aan het kijken van waar kunnen we extra slagen uit verdienen. Ja. Klaver niet. De koning, vrouw, boer van ruiten. Daar wordt ruiten 9 weg. Ja, die kan ruiten 10 al wel erbij hebben. Ja. Kijk, als die ruiters rond zitten, dan moet ik nu een kleine ruiter spelen. Maar het is wel een beetje riskant. Nou, weet je, ik ga niet. Ik heb gewoon 8 slagen, laat ik niet te gek doen. Dit is slag 9. En dan geef ik eentje aan hen. Die krijgt ruiter as. Ja, ruiter 10 zat hier, ja. Ja. Grappig. Nu maak ik ruit of klaverboer in ieder geval. Maar dat is wel een geinig spelletje. Soms weet je het ook gewoon niet zeker hoe het zit. Klavervrouw start is al bijzonder. Dat doet hij om communicatie te bewaren, maar ik was hem zelf niet gestart. Denk ik.
Oké. Een hoop punten. Even kijken hoor. 3 keer 3 A's is 12. Plus 2 keer koning vrouw is 22. Nou, als je even niet meer weet wat je moet bieden, dan doe je op het vraagtekentje. Dan zie je 2 soms toe. 2 soms toe is 20 tot 22 punten. Ja, dat is jammer. Partner pas, dus partner heeft helemaal niks. Ja, en die is ook nog jammer. Zie je dat? Communicatieprobleem zie ik al meteen. Er wordt hard de schoppen koning gestart. En ik heb dus aas koning vrouw van ruiten. En boer team vijfde van ruiten op dummy. Dan zou je denken, we maken 5 ruitslagen. Maar niks is minder waar. Want ja, het is... We komen er nooit. Nou, deze houden we een keertje op. Deze houden we ook nog een keer op. Kijk, ze komen vanzelf wel een keer een ander kleurtje. Deze is voor mij. Nee. Oh, ik klik verkeerd. Dat is een beetje jammer. Ik wou de ruimen, dat maakt niet uit. Oké, harten voor de vrouw. Klaar voor het aas. Nou, nu kan ik in ieder geval 3 keer uitspelen. Dat zijn in ieder geval slagen die je kan maken. Nou, en wie weet, weet je, ik pak hard aas. Misschien valt er nog wel een harte plaatje voor de jackpot. Nee. Nou, nu speel ik nog een hartje. Koning, klaverboer. Ja. Die laatste schop is voor mij. Ja, daar ben ik 1 down. 2 chances toe met zoveel punten. En toch nog 1 down zijn. Maar ja, wel een goede score. Omdat, je kunt ook meer down. Oké. Zo zie je maar, niet getreurd worden. Dat is altijd een vergelijking met anderen. 6 punten. Ah, 0 harten. Nou. Ja, je biedt in principe je langste kleur. Je langste kleur zijn ruiten. Maar ja, dan moet ik op 2 niveau bieden. Dus dat kan niet. En de hoge kleur gaat voor. Dus ik bied 1 schoppen. Ja, partner biedt 2 klaver. Dus mijn partner heeft harten en klaver. Is niet zo sterk. Ja, ik kan nu gewoon passen. Je kunt ook, als je twijfelt, even Barry vragen. En Barry zegt ook: ik zou passen. Ja, partner heeft dan al een mooi kaartje. Ja, nou, de 8 ga ik een 9 doen. Dat dwing ik een beetje. De boer eruit. Hebben. Ja, en toen, wat moet je spelen? Nou, ze proberen om een schopje hoog te maken. Boer. Nou, die speelt weer klaveren. Hey, de 5 is hoog genoeg. Ik speel weer schoppen. Als hij nu geen ruiten speelt. Doet hij wel, ik had ook niet moeten zeggen. Was er op schop een ruitje weggegaan. Nee, die trof ik af. Even nadenken hoor. Harte aas. Harte koning. Klaar, oh, dat is nog een troef in je. Toch beter tellen, maar. Oké. Nou, 2 klaver hebben we nog precies gemaakt. 63%. Nou, Annika, ik denk dat dit een lastig voor. Maar ja, weet je, ik ben niet eerste, dus het zou zomaar kunnen. Ik denk niet. Sta je al in de ranglijsten? Nee. Dus misschien moet je het nog spelen. Ik ben heel benieuwd. Ik zeg, laat even weten aan mij hoe ver je bent kunnen komen of hoe ver je bent gekomen. En het waren wel leuke spellen. Dus ik denk dat het sowieso wel nuttig is om het filmpje erbij terug te kijken. Om eens even te kijken hoe ik het dan doe. Tot volgende keer en bedankt voor het kijken.